Hey, ik ben Kaffer Houser en dit is mijn perfect song. Vandaan ben ik niet wat jij verwachtte. Mijn perfecte nummer zou beginnen met het intro van One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Het is gewoon een lekker intro, hij is laid back, maar je glijdt er echt gewoon lekker in en je gaat gewoon van... Ja, kijk, dit zijn die akkoorden die ik bedoel. Je glijdt er zo lekker in, zo van... Super simpel, maar gewoon wel gewoon super catchy ook. Ik hoorde het nummer het eerst de dag dat hij uit was. Ik denk dat dat nu 3 jaar geleden of zo is. En ik ging hem luisteren onder de douche. En ik ben al heel erg fan van Calvin Harris. En ik vond het zo vet, want het was echt een soort van jaren 90 housebeat. En daar hou ik heel erg van. Vervolgens zou het nummer wat mij betreft verder gaan met de track van Jax Jones en Ray. You Don't Know Me. Maar heel relaxed gewoon. Heel veel ruimte. Wat natuurlijk kenmerkend is aan de track van Jax Jones, dat hij een sample gebruikt van een oude dance track van Buka Shade. En wat ik zo vet vind aan die verse, dat hij ook wel heel relaxed is en dat er heel veel ruimtes in zitten. Na dit intro en couplet gaan we door met het refrein van Exal en Ingrosso met More Than You Know. Ja, en deze chorus is gewoon huge. Het is wel een hele andere plaat dan de tracks hiervoor. Maar wat ik zo vet van deze vind, is dat het refrein echt gewoon huge is. En het gewoon, je moet het gewoon meezingen als je het hoort. Echt zo'n stadion, beuker of zo. Ja, ik vind het altijd heel tof als een track gewoon echt een hoek heeft die iedereen meezingt. En het is zo vet als zoveel mensen gewoon een track van je meezingen. En dat je gewoon bijna het geluid weg kan draaien en de crowd nog hoort. Ik heb het zelf ook een paar keer gehad met Stap voor Stap. Het is een minder grote chorus. Maar het is vet als die crowd de tune gewoon meezingt. Ik kom binnen zo van hoe pap 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 pap. Ik kom binnen zo van hoe pap pap ey gap. Ik doe die shit stap voor stap. Ik kom binnen zo van hoe pap pap ey gap. Ik doe die shit stap voor stap. Ja, de track, ik denk hoe die zou heten als ik een beetje kijk naar de titels. Dan denk ik dat ik hem ga noemen Kiss Me More Than You Know. Maar omdat ik nu alles in het Nederlands maak, zou die track nu heten Kus Me Meer Dan Je Weet. Ja, wie het nummer zou moeten zingen in Nederland? Ik denk wel Maan. Ik vind haar stem wel echt heel erg tof. Ja, en als het Engels zou zijn, natuurlijk Dua Lipa. Dit was mijn perfect song. Leuk dat je keek naar You Music. Ciao!